Post. Bal achter Kees de Boer. Levert Alhaft de bal op. Van Vlerken. Alhaft is natuurlijk handig. En krijgt hem ook goed voor. Daar is de kans. Wat heet het? Is een doelpunt. Al vroeg in de wedstrijd is het 1-0 door Lens Duivenstein. En dus staat VVV al heel vroeg op een achterstand. Koglin werkt weg. Reserveur. Dan staat Pauwels toch aardig vrij. En er staat nog iemand vrij, maar op de doellijn wordt de bal uiteindelijk gepakt door Tsima. Zo staat het achterin bij VVV in het eerste kwartier niet goed. Lecroix. Pauwels terugleggen op Bujaglaven. Daar komt de kans op 0-2. Bujaglaven. Tsima doet dat goed, maar moet misschien nog een keer aan de bak. Alhaft. Dat scheelt niet veel. Kans nummer 3 voor Almere. Hij wacht nog steeds op zijn eerste overwinning, Jos Luukay. In zijn eerste 8 als trainer van VVV. Eredivisie meegerekend, lukte het niet. Schrooien. Dagraza komt wel hoog. En het schot kan ook nog altijd komen van Essanoussi. En die wordt onderweg dan nog aangeraakt en gaat erin. En het is geen buitenspel, nu staat het 1-1. En is daar Erik Sorga. Heeft nog geen kans gehad, maar doet dan in de absolute slotseconde van deze eerste helft iets heel moois. Geen overtreding van Bastiaans. Munsters, Sorga weer, Sorga! Een nieuw fenomeen in Venlo lijkt geboren. Het begint bij Van Vlerken die zich heel makkelijk laat aftroeven door invaller Bastiaans. Is geen buitenspel, geen sprake van. En 1-1 met Wout is dit gewoon klinisch afmaken wat Erik Sorga doet. Duivenstein. Tijd genoeg natuurlijk nog voor Almere om hier iets aan te doen. Deze bal blijft binnen. Misschien is er dan al meteen de kans. Nee, wat een redding zegt van Tsima. En dan heeft hij hem helemaal klem vast. Die Tsjech. Wat een kans voor Pauwels. Om te gelijk maken. Johansson. Tweede paal. En dan is daar bijna toch die hat-trick. Waar hij ook nog tegenaan hikt natuurlijk. Erik Sorga. Maar niet alles vandaag verandert in goud. VVV wint voor het eerst sinds 27 januari weer eens een wedstrijd in competitieverband.